De regio Zwolle heeft zich de afgelopen jaren op de kaart gezet als een sterke, hechte regio en heeft inmiddels de positie vergaard als economische toplocatie van Nederland. Om een perspectief te geven aan de regio en haar toekomst, is de ontwikkeling van de regio Zwolle in beeld gebracht aan de hand van 6 maatschappelijke waarden. In deze tijd van economische stagnatie is waardebenadering heel relevant. Regio's zullen meer dan voorheen hun innerlijke kracht moeten aanspreken, waarbij hun aantrekkende vermogen en hun vermogen tot ontwikkeling niet alleen worden bepaald door werkgelegenheid en economische dynamiek, maar ook zeker door sociale, culturele en ruimtelijk-fysieke waarden. De volgende 6 maatschappelijke waarden worden onderscheiden: persoonlijke ontwikkeling, sociale samenhang, economische dynamiek, culturele diversiteit, ruimtelijke kwaliteit en publieke aantrekkelijkheid. Vergeleken met het landelijk gemiddelde zien we dat de regio Zwolle met name op sociale samenhang uitblinkt. En ook de totale score van de regio Zwolle ligt boven het landelijk gemiddelde. Kijkend naar de persoonlijke ontwikkeling zien we dat de regio Zwolle onder het landelijk gemiddelde scoort. De oorzaak is waarschijnlijk het verlies aan jongeren tussen de 15 en 35 jaar die zoeken naar een betere opleiding en nieuwe vormen van werk. Daarnaast neemt de vergrijzing sneller toe. Voor de toekomstige ontwikkeling van de regio is het vasthouden en werven van talentvolle jongeren daarom essentieel. Een interessante vraag die hieruit naar voren komt is: vinden we onze regio wervend genoeg uit oogpunt van persoonlijke ontwikkeling? Bijvoorbeeld voor slimme jongeren. De score voor sociale samenhang is in de regio Zwolle het hoogste van heel Nederland. Dit komt mede doordat er nog veel mensen in familieverband leven. In de regio kan er nog vaak een beroep worden gedaan op de naaste familie, terwijl de algemene landelijke trend zich steeds meer naar alleenstaande en een groter individualisme ontwikkelt. Daarnaast is er ook sprake van een hoge sociale deelname in de regio Zwolle en ondervinden mensen een zeer goede omgang met de buren. Ook het grote aantal dorpen speelt een belangrijke rol. De regio kent 19 gemeenten, maar er zijn 171 woonplaatsen. Een dorp is geen anonieme gemeenschap, maar juist een plek waar mensen elkaar kennen en waar een grote sociale samenhang heerst. We zien dat de sociale samenhang het sterkst is in Urk en Staphorst, regio's met een sterke kerkelijke gebondenheid, en het minst sterk in Zwolle. Een goede score op sociale samenhang is zeker een waarde die in de huidige tijd gekoesterd moet worden. Maar we zien echter ook een daling in de laatste jaren. De vraag die hieruit dan ook naar voren komt is: sociale samenhang is een zeer sterke waarde. Maar waarom loopt het terug? En wat is daaraan te doen? Ten aanzien van de economische dynamiek scoort de regio onder het landelijk gemiddelde, terwijl de stad Zwolle wel heel goed scoort en bijvoorbeeld ook altijd in de top 3 staat van de jaarlijkse economische hitparade van Elsevier. Het blijkt dat simpelweg heel veel economische activiteiten zijn geconcentreerd in Zwolle. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal arbeidsplaatsen per hoofd van de bevolking, waarbij we duidelijk zien dat de stad zeer goed presteert. De ligging van de stad Zwolle speelt hierin een belangrijke rol. Zwolle is een knooppunt van spoor en snelwegen en ligt op een kruispunt van het noorden, oosten en westen. Door de Hanzelijn is die positie nog meer verbeterd. Daarnaast speelt ook de groei in het woningaanbod in Zwolle een grote rol. Kijkend naar de verschillende sectoren zien we dat de goederensector de grootste is in de regio. Hieronder vallen landbouw, industrie, energie, bouwnijverheid en vervoer. De goederensector is vooral sterk buiten Zwolle. 55% van de werkgelegenheid is buiten de kernstad te vinden. Deze sector is van groot belang voor de regio, maar genereert voor zichzelf wel steeds minder banen. De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen is het sterkst in de creatieve industrie, wat gedefinieerd wordt als een samenvoeging van kunst, media, ontwerp, onderzoek, architectuur, advies en ICT. Qua totale omvang heeft deze sector echter nog wel een behoorlijke achterstand. Deze bevindingen roepen 2 interessante vragen op. De stad Zwolle doet het economisch heel goed. Waarom zien we dit niet terug in de score voor de hele regio? En de goederensector, bestaande uit landbouw, industrie, bouwnijverheid en vervoer, is relatief sterk. Maar de ontwikkeling van de werkgelegenheid stagneert. Hoe kan deze sector zich ontwikkelen? Cultuur wordt in deze beschouwd als de sector die zich aan de ene kant inspant om het waardevolle dat we in de loop van de tijd hebben voortgebracht te behouden, bijvoorbeeld in musea, bibliotheken of via de zorg voor monumenten. Aan de andere kant is het de sector die via de kunst zoekt naar vernieuwingen. We zien dat de score voor culturele diversiteit in de regio Zwolle net onder het landelijke gemiddelde ligt. De stad Zwolle behoort qua omvang, net als bij de creatieve industrie, tot de middenmotor. De regio doet het goed betreft de aanwezigheid van monumenten.
met name in Zwolle, Hattem, Kampen en Staphorst. Dit laat zien dat hier zorg en aandacht besteed wordt aan het verleden. De vraag die hieruit naar voren komt is: de regio is trots op de eigen cultuur, maar waarom is de score zeer bescheiden? De score voor ruimtelijke ontwikkeling in de regio Zwolle ligt ruim boven het landelijk gemiddelde, hoewel deze wel terugloopt ten opzichte van 12 jaar geleden. Deze waarde is onderverdeeld in de fysieke leefbaarheid in bebouwd gebied en in de algemene natuurwaarde. Voor de fysieke leefbaarheid is de waardering van de bewoners een belangrijk element. Hieruit blijkt dat de regio ruim boven het landelijk gemiddelde scoort, met name door de landelijke en dorpse gemeenten. De hoogte van de natuurwaarde is bepaald aan de hand van het oppervlak voor natuur. Met de nationale natuurparken de Weerribben en het Dwingelderveld in het noorden en de Veluwe in het zuiden komt de regio Zwolle hier sterk naar voren. De vastgoedprijzen zijn ook een goede indicator voor de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij zien we dat de gemeenten met de hoogste ruimtelijke kwaliteit ook de gemeenten zijn met de hoogste vastgoedprijzen. Een interessante vraag die vanuit dit perspectief naar voren komt is: de score voor ruimtelijke kwaliteit is goed, maar loopt terug. Hoe kan dat en wat kunnen we hieraan doen? De score voor publieke aantrekkelijkheid in de regio Zwolle ligt net boven het landelijk gemiddelde. In een gebied dat aantrekkelijk wordt gevonden, vestigen bedrijven en huishoudens zich sneller. Ook is hier de waardering van de bewoners hoog en komen er veel bezoekers. De regio Zwolle behoort echter niet tot de top. De ruimtelijke kwaliteit is prima, maar het niveau van de voorzieningen is aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde. Daardoor zijn er ook minder bezoekers om te winkelen, minder attracties om te bezoeken en minder culturele faciliteiten om te benutten. De vraag die hieruit naar voren komt is dan ook: hoe kan de publieke aantrekkelijkheid worden vergroot?